Ja, dank u. Heropende vergadering van de tijdelijke parlementaire onderzoekscommissie ICT. Op deze vijfde hoorzittingsdag het vijfde gesprek met de heer Heneman. De Heneman loopt al jarenlang mee in de ICT-wereld. We gaan het hebben over het project C2000. U zult worden ondervraagd door de heer Ulebelt en mij voornamelijk, maar de rest van de commissie doet ook mee. Dames Bruin, Slot en Fokke, rechts voor u en voor de kijker. En de heer Van Meenen en Ulebelt, links voor u. Het heette toen nog anders, het bedrijfje waar u werkte. En dat werd toen overgenomen. Dat kwam bij Pink Rokade en daarna werd dat Getronics en dat werd weer KPN. U zit nu bij KPN. Maar u bent sinds 1995, heb ik toch goed begrepen, correct, betrokken bij C2000. Ja, eerst als toeleverancier van partijen die daar mogelijk bij betrokken waren en bij de ontwikkeling. En daarna door de overnames in de directe sturing. Dat is bijna 20 jaar. Ja. En aan de kant van niet de bestellende partijen. Niet, maar aan de kant van een leverancier of een adviseur of wat dan ook. Correct. Is dat niet onvoorstelbaar lang eigenlijk? Passie en gedrevenheid bij het domein politie, defensie en justitie. Vertelt u iets. Wat is dat C2000? C2000 is een communicatienetwerk specifiek voor hulpverleners zoals de politie, defensie, de marechaussee maakt er gebruik van. Maar ook bijvoorbeeld ambulances, kustwacht, brandweer. En wat communiceren die dan met elkaar? Dat wisselt per dienst en dat wisselt ook bij de inzet. Maar dat is de communicatie tussen hun, de meldkamer en onderling. En u zit hier vandaag als, zoals dat heet, Senior Client Director bij KPN. Correct. Mag je zeggen, een soort super klantenmanager? We nemen onze verantwoordelijkheid voor dat wat wij beloven. Ja. Heel goed. Ik vraag de heer Ulebelt om de vragen te starten. Ja, C2000 heeft een lang verleden. Ja. U bent daar het levende bewijs van, om het zo maar te zeggen. Maar naar de toekomst. Blijft u met C2000 tot uw pensioen? Want wij hebben gehoord dat nu ook weer vervolgcontracten bij KPN zijn teruggekomen, namelijk voor het onderhoud. En het pensioenleeftijd is verlengd, dus ik hoop het wel. Maar wat nu gebeurt rond C2000, wat houdt dat in? Wat betekent dat? Wat is dat onderhoud? Ik zal u daarbij nog een extra aanvulling geven. Op dit moment ben ik vooral betrokken bij deel in de keten bij C2000. Waar we dus met Defensie samen de onderliggende netwerken leveren die uiteindelijk naar de masten de gegevens brengen. Dus de gesprekken, de nieuwe invoering van de zaken die nu spelen, daar ben ik zijdelings bij betrokken. Maar wat er nu plaatsvindt het systeem is op een bepaalde leeftijd en daar zullen componenten in het systeem vervangen moeten worden. Dit is aanbesteed. Weet u het aanbestedingsbedrag? Dat loopt nu op dit moment. Ik weet niet het totaal gebudgeteerde bedrag op dit moment. Dat weet ik niet. Op dit moment niet. Nee, dat is het onderhoud. Er lopen meerdere, dat is het onderhoud op de huidige omgeving en dat is voor een periode van 2 jaar. En het bedrag daarmee gemoeid, dat weet u niet zo? Ik draag er zorg voor dat het met alle collega's dat het werkt. En de financiële kant, dat zit bij ook andere afdelingen. En hoeveel collega's zijn ermee bezig? Want dan kunnen wij misschien het sommetje maken. Ik denk dat er in onze keten, denk ik, dat er zo'n 130 mensen wel bij betrokken zijn. In de keten. Rond C2000 is heel veel te doen geweest. Ja. U bent er allemaal bij geweest. Ja. Vertelt u ons eens wat daar allemaal zo is gebeurd. Nou, als we eerst eens teruggaan helemaal in de tijd, dan komt C2000 is neergezet omdat A, internationale standaarden waren en B, er van heel veel verschillende netwerken die vaak al bij de politie, bij de gemeentegrens al ophielden. Dus de gemeente
politie van het ene stuk en het andere stuk konden met elkaar al niet communiceren, naar één centraal netwerk waardoor je landelijk met elkaar kon communiceren, ook onderling. Dus politie met brandweer, brandweer met ambulance, ambulance weer met politie, maar ook nog eens een keer grensoverschrijdend. Dus als je de achtervolging zou zitten en je zou bij België de grens overgaan, dan kon je ook met je Belgische collega's gaan praten. Daarvoor kon dat, hield het vaak al op bij de gemeentegrens. En dat heeft het systeem gebracht. En de standaard die hiervoor wordt gebruikt is de TETRA-standaard. Dat is de technische terminologie. Ja, en die wordt in meer dan 100 landen gebruikt. Nu hebben wij zelf ook onderzoek laten doen naar wat er allemaal is gebeurd in het project C2000. En we komen tot 3 hoofdconclusies die ik aan u voor wil leggen en of u die dan van commentaar wilt voorzien. Er zijn foute keuzes gemaakt in de ontwerpfase, dat is 1. De fundamenten voor een goede projectbeheersing die waren niet op orde. En het belang van de diverse gebruikersgroepen, ambulance, politie, marechaussee, al die mensen die u noemde, ambulance, hun belangen die zijn onderschat. Herkent u deze constateringen? Zijn die correct? Ik wil beginnen bij de eerste. Akkoord. Als we kijken naar de architectuur, op een bepaald moment worden er ontwerpen gemaakt op basis van de uitgangspunten. Een van de uitgangspunten destijds in het bestek was een dekking van 95%. Als je dat vandaag zou doen, zou je daar andere eisen aan stellen. Maar we moeten de zaken wel bekijken, ook weer terug in de tijd. Op een bepaald moment is er een besluit genomen welke type masten en welke type spullen er werden gehouden. Nou, binnen dat soort besluiten werden masten gekozen die een prijsstelling vele malen duurder waren. Men had ook kunnen kiezen voor bijvoorbeeld met providers masten te kunnen delen. Maar men wilde per se aan de overheidszijde een eigen netwerk hebben. Met eigen gebouw, met eigen mast, met eigen grond, eigen fundering, eigen technische spullen erop. Als men had gekozen voor bijvoorbeeld het delen van masten van de providers en masten die er al staan, dan had dat een behoorlijk bedrag in de prijs verschild en ook in de tijd. Want voor elke eigen mast moet je weer lokaal een nieuwe vergunning aanvragen en niemand wil een mast hebben in zijn gemeente. We willen wel dekking, maar geen mast. En men wil ook, je moet ook weer kabels naartoe brengen, je moet er energie naartoe brengen. Dus de verwerving van de grond, grote kostenpost. Plus dat er ook gekozen is voor masten die buiten proportionele weersomstandigheden moesten kunnen doorstaan. Nou, op het moment dat men een keuze had gemaakt om in die architectuur die op de plaatsen waar het kan te delen met derden, ja, dan had je daar heel veel tijd, geld en energie kunnen besparen. Maar men koos daarvoor. En op een bepaald moment had men gezegd, ja, we hebben x geld. Een mast kost x bedrag, dus er komen x masten. Dat paste niet helemaal bij de architectuur. En dat bleek er ook te weinig te zijn uiteindelijk? Voor sommige uiteindelijk wel, want de uitgangspunt was 600 zoveel masten. Dan het tweede. De projectbeheersing niet op orde. Als ik kijk naar de beginfase, waar heb je mee te maken? Je hebt te maken met continu wisselende onderdelen in het project. Een vergunning wordt niet aangegeven, moet een andere locatie komen voor bijvoorbeeld een mast. In de tijd gaan dan dingen schuiven. En ja, is dat een gemis aan? Nee, dat is het de hoeveelheid aantal actoren die zich met zo'n project bemoeien. Ik geef altijd aan, als je één grote baas hebt en één actor en één team die eronder zit, ja, dan worden het aantal problemen een stuk minder. Maar hierbij, zeker in die tijd, speelde dat de veiligheidsregio's wilden wat. Je had een veiligheidsregio bij de politie, je had een hele andere indeling bij de brandweer. Ambulance is de ene keer gemeentelijk geregeld, anderzijds is het een bedrijfsleven die het regelt, of verzekeringsmaatschappij. Dus je hebt heel veel verschillende type belangen. En ja, dan moet je eigenlijk terug naar één team met één taak, die is van de luchtmacht geleend, die dat dan ook gaat regelen met ook één mandaat, waarbij ook geld en middelen ook op één plek ligt. Want je gaat ook geld en middelen worden ook op diverse plekken neergelegd. Een voorbeeld daarvan misschien is
bijvoorbeeld het centrale netwerk wordt gelegd bij in die tijd BZK, maar de handsets dienen worden aangeschaft door de lokale bij de lokale gebruikers. Nou, dan krijg je weer, hebben ze daar wel of geen budget, willen ze hetzelfde apparaat, en dus krijg je weer allerlei andere elementen in je netwerk die je misschien niet wil. Maar dat zijn dus allemaal, wat u nu noemt, allemaal illustraties die een ondersteuning zijn voor de bevinding dat de projectbeheersing niet op orde was, wat de oorzaak daar verder ook van was. Ja, maar dat is ook heel moeilijk te beheersen, omdat je daar met allerlei factoren zit die per locatie, per installatie kan wijzigen. Als een gemeenteraad besluit geen vergunning te geven, ja, dan ben je maanden verder voordat je weer een andere locatie kan vinden. Ja, goede projectbeheersing had ook gekund dat de mensen hadden geadviseerd, maak een wet daarvoor, zodat iedereen zich daaraan houdt. Ja, men had ook kunnen kiezen dat men niet zelfstandig een hergebruik van masten van bijvoorbeeld andere providers had kunnen kiezen en niet zelf een eigen netwerk had kunnen neerleggen. Maar dat is in de tijd is dat een besluit genomen. Maar wat u beschrijft, het is interessant, bij beide punten gaat u zeg maar verklaren hoe het was. En dat kan ik me wel voorstellen, ook omdat u erbij betrokken was. Maar feit is dat alles wat u vertelt meer dan een illustratie is, dat de boel niet op orde was. En dat was nou net de conclusie. Het werkte niet, er was geen beheersing in dat project. En was dat nu zo, terugkijkend? Technisch, ja, werkt, of nee? Technisch werkt het. Uitgangspunten waren misschien wat aan de zachte kant, omdat het 95% is. Maar in die tijd was dat al veel meer dan daarvoor. Dus wat is het uitgangspunt? En de laatste is, ik denk dat de project, doordat men geld ging delen naar het aantal locaties wat men kon doen, continu de projectmanagement doet wijzigen. En ja, dan heb je wat met elkaar te managen, zeg maar. Ik had nog een derde aan u voorgelegd, ja. Het belang van de gebruikers. Ja. Op een gegeven moment was het bijna opstand. Bepaalde diensten het niet meer wilden gebruiken omdat ze dat onveilig vonden. Binnen huis werkte het niet of onvoldoende. Deelt u die conclusie dat er onvoldoende onvoldoende geluisterd is naar de gebruikers? Ik denk dat er wel degelijk geluisterd is naar de gebruikers. Dus zelfs de bouwwet is in die tijd aangepast, alleen nooit toegepast. Voor die binnendekking is in de bouwwet destijds een apart artikel opgenomen voor onder andere C2000. Alleen die is meestal niet toegepast. Want daarbij werd namelijk de binnendekking geldelijk neergelegd bij de gebouweigenaar. En ik noem maar wat, een stadion of een parkeergarage. En ja, die is nooit hard weer door de lokale gemeentes bij de vergunning eisen meegenomen. Omdat je met zo verschrikkelijk veel actoren te maken hebt. Maar u zult het toch met mij eens zijn dat de belangrijkste actor, namelijk de mensen die straks moeten werken met het systeem, dat je toch in de allereerste plaats naar hun zou moeten luisteren van wat hebben jullie eigenlijk nodig? En wij constateren dat dat niet of nauwelijks is gebeurd. Laat ik het antwoord zo proberen te geven. Verandering is ook een deel accepteren dat het middel wat je gebruikt anders is dan het middel wat je daarvoor hebt gebruikt. En dat heeft altijd, verandering heeft in elke organisatie, geeft dat wrijving, zal ik maar zeggen. Het werkt in heel veel landen heel goed. Maar omdat we in Nederland een enorme poldercultuur kennen op dit soort vlakken, plus een enorme verdeeldheid van besluitvorming, en in dit project ook, plus qua opleiding daar we ook weer geen middelen voor willen investeren, dat die mensen ook de opleiding krijgen om het apparaat te gebruiken, krijg je dat. Daarbij, de politie heeft een hele andere inzet, een doctrine om te werken, dan bijvoorbeeld de brandweer. Want de brandweer werkt veel meer met, de brandweerman communiceert met de man achter het voertuig en die communiceert weer met de meldkamer, terwijl een politieagent werkt rechtstreeks contact met de meldkamer. En dat samen is in één geheel gestopt. Maar en die doctrines zijn ook niet... Maar dat is dan toch de fundamentele ontwerpfout. Want alle ICT'ers die wij hier nu gehad hebben, die zeggen eerst reorganiseren en dan automatiseren.
Hier bleef de politie bestaan, dan bleef de brandweer bestaan en de ambulances bestaan. En daar werd C2000 opgelegd. Elk ICT-project, en als dit vooral de C-kant, vooral de communicatiekant, heeft in zich dat het een reorganisatiemodel is. Maar als het huis van de overheid, om het dan zomaar te zeggen, kent nog vele fases die nog uit de 19e eeuw stammen, waar 21e eeuw technologie ingestopt wordt. En onder andere is dat besluitvorming en dat soort zaken. Een wat ik vorige keer ook heb aangegeven, alweer even geleden, is de reden waarom Kamerleden op maandag niet vergaderen, is omdat in de oprichtingsakte staat dat de reistijd van de eerste vergadering noodzakelijk is dat men te kerken moet kunnen gaan in haar eigen gemeente. Die is nog steeds niet gewijzigd, terwijl we echt auto's hebben en allerlei andere vormen van. De mensen die dit maken en die dit werken, dat zijn mensen die zeer deskundig zijn. Alleen het huis waar het in wordt opgehangen om technologie op de juiste manier in te kunnen zetten en de besluitvorming in de hogere lagen waar die kennis niet aanwezig is, daar zit wat mij betreft regelmatig de crux. Maar wat is nu het belangrijkste advies van u geweest in die looptijd, wat niet is opgevolgd, terwijl wanneer ze het wel hadden opgevolgd, het wel beter was gedaan? Of is uw belangrijkste advies van het huis van Thorbecke moet verbouwd worden? Nee. En dat hadden we eerst moeten doen en dan was het wel goed gegaan. Nee. Mijn eerste vraag was vooral ook op algemeen. Een van de adviezen die ik zelf heb gegeven, deels ook op persoonlijke aard, is om te kijken of je in de constructie in de gouden driehoek kan gaan doen. Oftewel, in een privaat-publieke samenwerking waarin kenniscentrums, het beheer en het geheel in de keten, dan haal je namelijk het aantal actoren eruit, gaat organiseren. Dan kun je techniek, je kunt innovaties veel sneller en beter toepassen. En het is ook minder afhankelijk van de budgettaire zaken waar de overheid mee te maken heeft. Maar dan had u het probleem, de cultuurverschillen tussen politie en brandweer en marechaussee, om maar wat te noemen. Hoe had u die dan willen oplossen? In samenspraak kun je dan veel meer komen om vooral ook naar het opleidingsgedeelte te gaan kijken. Want daar zit in mijn beleving vaak de crux. Maar de Nederlandse politie en brandweer die praten toch al heel vaak bij elkaar. Ze hebben vaak ook een wedstrijd wie er het eerst is op de plek. En daarna gaan ze toch al praten met elkaar. Er wordt heel veel gepraat. Maar dan snap ik niet waarom dan zo'n PPS, een publiek-private samenwerking, daarvoor de oplossing zou kunnen zijn. Bovendien, wie betaalt het? Nou, er zijn vele voorbeelden in landen om ons heen waar het wel succesvol wordt ingezet. Omdat je namelijk niet afhankelijk bent van bepaalde het wachten op besluitvorming of op wanneer ga je investeren. Op het moment dat er, ik noem maar wat, een taakstelling is op financieel vlak, dan worden investeringen uitgesteld binnen de overheid. Als je dat in een PPS-vorm hebt en je hebt als functionele eis, men moet in alle tijden zoveel mogelijk omstandigheden, 99 punt en er nog een heleboel negens, met elkaar kunnen communiceren, dan krijg je hele andere uitgangspunten dan alleen de factor geld. En je gebruikt de synergie en de flexibiliteit van elkaars organisaties. Nog één vraag aanvullend. Er worden allerlei extra functionaliteiten toegevoegd, hè, gedurende de rit. Ja. Daar is zo'n woord voor dat we iedere keer ook tegenkomen. Scope creep, het steeds maar uitdijen en andere functionaliteiten erin hangen. Dat kenmerkt veel ICT-projecten, maar vooral ICT-projecten waarbij het niet goed gaat. Hoe kijkt u daar tegenaan? Allereerst... Het begint al bijvoorbeeld bij aanbestedingen. Een aanbesteding is eigenlijk nooit bedoeld om goederen en diensten te verwerven die gedurende de looptijd van de overeenkomst qua functionaliteit niet of nauwelijks wijzigen. Het is bedoeld gebouw, sokken, kleding, zaken die dus gedurende de looptijd qua functionaliteit niet wijzigen. ICT wijzigt al op het moment dat je het bestek in de markt hebt gezet, waar je anderhalf jaar misschien wel aan gewerkt hebt, is die wereld alweer aangepast. Dus daarom zou je daar veel meer in een
in een dialoog met elkaar moeten gaan. Want je kunt dan ook op het moment dat het besluit gevallen is dat het gaat komen, kun je ook met de technologie die op dat moment beschikbaar is in gaan zetten. Maar je kunt ook gaan kijken naar met welke partijen kun je, bijvoorbeeld in een PPS-vorm, dit soort zaken op de juiste manier borgen. Dan heb je die synergie, je hebt die kennis en deskundigheid. Publiek-private samenwerken, daar pleit u voor? Ik pleit voor grote ICT-projecten en ketens die langdurig onderhouden moeten worden en die langdurig in de lucht moeten zijn. Met PPS Astrid in België is daar een goed voorbeeld van. Moet u even toelichten. Astrid is het C2000-netwerk in België. Airwave is het C2000-netwerk in Engeland. Zelden laken en pak. En in Engeland werkt het echt goed. Het ligt niet aan de techniek. De techniek is goed. Maar techniek kan altijd wel, mensen en techniek, maar het gaat altijd wel een keer mis. Maar het gaat erom hoe ga je voorkomen dat het miskomt. En als je met z'n drieën gezamenlijk dit soort dingen doet, dan kom je veel verder dan ieder op zijn eigen domein, in zijn eigen onderdeel. We waren gekomen bij de aanbestedingen. Ja. Daar wil ik een paar dingen over vragen. Tenzij er eerst nog prangende vragen. Ja, mevrouw Bruinslot. Ik heb nog een korte vraag over de techniek, want u zegt de techniek is goed. Ja. Maar Tetra, dat gekozen was toch toentertijd een vrij nieuwe techniek. Tetra was op dat moment de standaard. Je had twee standaarden, P25, vooral in Amerika, en Tetra. In Europa is gekozen voor Tetra. En dat is een Europese keuze geweest, die techniek, omdat je in Europa met elkaar over de grens heen moet werken. Dus je kon niet kiezen voor P25-technieken en vervolgens in Duitsland alsnog tegen een Tetra-netwerk aanlopen. Dus dat is de reden waarom de Europees besloten is tot Tetra. Nederland was daar wel een van de eerste landen die tot implementatie over is gegaan. Maar dat had ook weer te maken omdat de politie ging reorganiseren in die tijd, en ondertussen al nog een keer gebeurd, omdat dat netwerk wat ze toen hadden, bij de gemeentegrens kon het soms al ophouden. En kijk, bij aanbestedingen, als je krijgt wat je vraagt, krijg je niet wat je nodig hebt. Dat moet u toelichten. Dat zal ik uitleggen. Heeft u het vorige gesprek meegekregen? Een stukje van de heer Pat. Oké, daar kwam in voor dat de overheid soms een auto zonder stuur vraagt aan de markt. Ja. Is dat wat u bedoelt? Krijg je niet wat je nodig hebt. Oké, dat betekent dus een paar dingen. De overheid vraagt het verkeerde en de leveranciers leveren het verkeerde. Nee, ze krijgen wat ze vragen. Oké, ze leveren wat er gevraagd wordt, maar dat is niet het goede voor wat je nodig hebt. Omdat namelijk tussen de tijdstippen waarin je in ICT vaak mee te maken hebt, wel er sommige besluiten en processen 2-3 jaar duren, de wereld aan de andere kant alweer is veranderd. Maar dat betekent er zijn aanbestedingen waar de iPad nog niet in bestaat. Maar dat betekent dus, laten we het even rustig langslopen, dat het fenomeen aanbesteden volgens u, in ieder geval zoals we het nu georganiseerd hebben, niet geschikt is voor ICT-projecten. Absoluut, is mijn absoluut. Kunt u dat wat nader toelichten? Omdat er vaak heel veel verschillende type oplossingen zijn. Ik zal een voorbeeld geven. Soms is de oplossing gevormd in hardware. Als de vragende kant dat kent, zal men ook hardware uitvragen. Maar het kan ook best zijn dat dezelfde oplossing in software beschikbaar is. Of nog iets wat we nu vandaag niet weten. Vraag aan de industrie functioneel uit en zeg, ik wil kunnen communiceren voor 99,9% en ik hoef niet zelf een eigen netwerk te hebben, want die zijn er zat, we hoeven niet nog meer massen te hebben. En daar waar het niet aanwezig is, zetten we die wel neer. En we gaan dat in gezamenlijkheid doen. Dan komt er een dialoog uit en dan komen daar diverse partijen uit de markt die al dan niet gezamenlijk de oplossing gaan bieden. Maar vraag niet de techniek uit. Maar het klinkt als appeltje eitje. Ja. Waarom hebben we het dan niet gedaan? Goeie vraag. En wat is het antwoord? Tientallen, nou zo niet honderden rapporten geven dit al aan in de Kamer. Ik bepaal niet dat beleid. Nee, dat begrijp ik. U mag die bal ook terugspelen, dat is prima. Daar gaan we ook goed over nadenken. Maar het kan niet waar zijn dat de oplossing zo simpel is als u hem formuleert. Er moet ergens toch ook nog een soort complicatie zijn geweest waarom we dat dan anders hebben georganiseerd. Denkt u eens met me mee. Kan zijn belangen, machtskolommen, organisatiestructuren. Dat kan allemaal met elkaar te maken hebben.
En dat, ook de markt zelf ook, die natuurlijk degene die de hardwareoplossing heeft, die het liefst natuurlijk de hardwareoplossing wil positioneren. Maar op het moment dat men veel meer vraagt in een oplossing, ik wil een administratiepakket om belasting te kunnen doen in de keten waar alle overheidsonderdelen gebruik van kunnen maken, dan krijg je misschien heel veel verschillende soorten aanbiedingen, maar dan heb je wel een veel bredere keuze. En kun je de keuze doen op basis van de functionaliteit. Met alle nadelen van dat het gemakkelijk is om achteraf terug te kijken en al die dingen meer. Hoe zou nou veel problemen bij het C2000, hoe zouden we dat nou hebben kunnen voorkomen door in de aanbesteding het anders te organiseren? U zei daar net eigenlijk al in een paar zinnen iets over toen u zei van ja, je vraagt gewoon, ik wil een netwerk dat 99,9% dekkend is. Als ik daar hier en daar een extra mast voor nodig heb, dan zet je hem maar neer. En de industrie, kom maar eens met een prachtig plaatje en hang daarbij wat het kost. Ja, of je gaat het in gezamenlijkheid doen. Doordat dit is een vitaal netwerk. Daar vind persoonlijk ik dat de overheid er ook altijd betrokken bij moet zijn. Dat moet je niet alleen aan het bedrijfsleven overlaten, maar ga dan gezamenlijk kijken welke taken en functies je wil doen. Kijk, en bij aanbestedingen geldt ook, regie is daar het allerbelangrijkste. Dus ga nou in de totale keten, leg die regie dan ook bij één club neer. Maak daar een rechtspersoon van, zorg ervoor dat die dat doet. Bij Schiphol doen we het ook, bij de havenbedrijf Rotterdam doen we het ook. En zo heb ik nog wel vele voorbeelden waar we het in Nederland zo doen, maar in het buitenland zijn er nog duizenden meer. Iemand op dit punt, meneer Van Meenen. Nou, u heeft het in het kader van PPS over de gouden driehoek. Nou, kunt u even uitleggen wie er in die driehoek zit? Ik kan het wel bijna raden, maar ik hoor het toch graag. Overheid, bedrijfsleven, kenniscentra's. En overheid, bedrijfsleven, dat begrijp ik. En de kenniscentra's? Kenniscentra's. De TNO's, de universitaire instellingen die daardoor zaken kunnen doen. Ja. Dan heb je namelijk ook een stukje de onafhankelijkheid, de wetenschappelijke kant en toetsingsfactoren. Ik had eigenlijk verwacht dat die derde poot, dat de gebruiker zou zijn. Die maakt onderdeel uit van de vraagstelling. Die? Ja, dus dat is echt een verantwoordelijkheid je van eerst de in dit geval de overheid. Dus dat ziet u echt niet, niet door elkaar heen, de heer Van Meenen. Excuus. Dat ziet u echt als een taak van de opdrachtgever om te zorgen dat heel helder geformuleerd is waar de gebruiker behoefte aan heeft. Het komt bij elkaar en dan kom je in die dialoog en dan ga je met elkaar kijken of die behoeftes ook allemaal in te vullen zijn. Want men kan ook heel veel dingen vragen die misschien technisch niet kunnen of wel kunnen, maar weer zoveel kosten dat het budgetair weer niet haalbaar is. Dus je gaat daar met elkaar in de dialoog. Ja, maar dat elkaar, dat, is dat dan die driehoek of is die gebruiker daar ook een onderdeel? Die komt daar dan automatisch dan wel bij. Ja, dan wel. En houdt dat dan daarna op, na die aanbesteding? Of moet die... Wat mij betreft blijft dat bestaan zolang het product en de dienst moet functioneren. Maar waarom is het dan geen gouden vierkant? Ja, de terminologie is dat tot op heden steeds... Is dat een woordspelletje of is het... Voor mij niet, maar dat is de terminologie zoals die gebruikt wordt al een jaar of 20. Ja, dat begrijp ik. Maar zit daar ook niet een soort weeffout in, dat die gebruiker daar niet standaard in zit? Volgens mij, als de overheid de gebruiker is, zitten ze daar dus automatisch dan in. Ja, maar je hebt de overheid als opdrachtgever. Hè? Dat kan een ministerie zijn, in het geval ook van C2000. Ja. Maar daar op dat ministerie, daar zitten die brandweermannen en die politieagenten niet. Nee. Tenminste, dat mag ik dan hopen. Is het zo in uw ervaring dat die gebruiker voldoende betrokken is in projecten waar u mee te maken heeft? In mijn beleving kan het altijd meer. Ik heb zelf er wel eens voor gekozen om één keer in de zoveel tijd gewoon met een brandweerwagen een weekend of een zaterdag dag en nachtdienst een keer mee te draaien. Of met een politieagent om gewoon te kijken van, joh, ik wil gewoon weten wat die mannen doen. Ik wil weten hoe ze ermee werken. Een oefening meelopen om te kijken hoe dat gaat. Nou, dan zie je dingen en dat brengt je ook weer op andere gedachten. Maar in die dialoog kun je ze ook bij elkaar brengen. En als je alleen zelf de gedachten hebt, ja, dan kom je niet veel verder. Maar dat kunnen we misschien al als een advies van u noteren om dat te doen? Zeker, absoluut. De vraag even terugkijkend is dat nou genoeg gebeurd? Ook in dit geval van C2000? Als we helemaal teruggaan in de tijd, had dat absoluut beter gekund. Hetzelfde geldt ook voor de doctrine en de opleiding en de verandering van de andere manier van werken. Ja, correct. Jullie belt. De afkorting PPS die is nu al diverse keren gevallen. Hij staat voor... publiek-private
samenwerking. U bent daar een warm pleitbezorger van. Absoluut. We hebben het u nog niet eens gevraagd of u heeft het al gezegd in dit gesprek. Wat zijn nou de voor- en nadelen van PPS? Laat u beginnen met de nadelen. Met de nadelen, ja. Dus kritiek op uzelf is dat al. Ja. Er zijn... Ik ken niet veel nadelen. Ook niet in de voorbeelden die ik gezien heb. Behalve de nadelen op het moment dat je de verkeerde prikkels in een PPS stopt. En dat betekent dat je de PPS als overheid niet zelf in deelneemt. En er zijn wel voorbeelden in Engeland waarin PPS... zodra het net buiten de scope valt van het eerste gedeelte, dat men dan enorme bedragen kan gaan vragen. Op het moment dat je mede-eigenaar bent of mede-deelnemer in een PPS, zit je zelf bij de knoppen en de besluitvorming. En dan hou je ook de flexibiliteit. Ik noem dat zelf altijd hybride modellen. Als je daarnaar kijkt, ja, ik zie daar alleen maar voordelen in. Alleen de daadkracht om daar te komen is vaak wel een probleem. Er is heerst heel veel angst. Maar kunt u het iets concreter voor ons maken? Wij bestuderen nu een aantal grote ICT-projecten. Mm-hmm. Ik neem aan dat u weet welke dat zijn. Ja. Als dat nou van meet af aan op uw manier was aangepakt, die publiek-private samenwerking. Het is niet alleen mijn manier, maar ja, is goed. De manier die u... Ja. Wat was dan het verschil geweest? Dan laat ik het voorbeeld geven wat bijvoorbeeld de vorige spreker heeft gebruikt bij de Belastingdienst. Je kunt dan namelijk met elkaar de prioriteitsstelling veel beter doen. In het kaststelselsysteem van de Rijksoverheid, de ministeries, gaat men ieder jaar de begroting opnieuw doen. Binnen ICT-projecten heb je nu eenmaal te maken met wisselende prioriseringen van de middelen. Dus het geld, soms moet je iets naar voren halen en anders kun je misschien iets naar achter halen. Om je project beter, goedkoper, slimmer uit te kunnen voeren. Dat zijn dan helemaal de wijzigingen waar je bij, zeker bij ICT-projecten, mee te maken hebt. Dat kun je dan in zo'n identiteit als een PPS, zeker als je het een rechtspersoon maakt, kun je dat regelen. Vroeger had de overheid het Rijkscomputercentrum die dat bijvoorbeeld deed. Dat is geprivatiseerd, want de overheid wilde absoluut geen enkele ICT zelf meer doen. En daarna zie je het weer terugkomen. Dus op het moment dat je dit soort zaken in PPS'en gaat doen, dan ben je met de industrie mede verantwoordelijk. En dan heb je met elkaar één doel. En dat is namelijk die gebruiker verzorgen dat hij zo goed mogelijk tegen de tarieven waar je met elkaar mee werkt, iets faciliteert. En dan ga je vanzelf al eens kijken van, hé, we hebben iets nieuws. Als we een nieuw iets ontwerpen, hebben we bijvoorbeeld meer bereik aan de binnenkant. Nou, dat kost bedrag X. In de besluitvorming van de overheid ben je zo 2 jaar kwijt. En dan moet er een aanbesteding plaatsvinden, 3e jaar. In het 4e jaar kan dat dan geïmplementeerd worden. In zo'n PPS neem je met elkaar dat besluit rond de tafel en je gaat over tot. En dan ben je nu heel snel in de lucht. En dan verdien je 3,5 jaar. Ik zie zo wel voorbeelden uit komen. Ik heb daar wel voorbeelden van, ja. Doe dat eens. Vertel eens. Bijvoorbeeld, er is wat oudere apparatuur die wij binnen onze organisatie hebben, die gewoon vervangen moet worden. Dat is in 2007 al aangegeven. Dat het in 2009 zou dat uit moeten gaan, want die apparatuur is gewoon zo oud dat het vervangen moet worden. Onderdelen worden steeds moeilijker verkrijgbaar. Maar dan moet er dus ook aan de andere kant, in dit geval dan in het netwerk bij de masten, moet er een ander kastje komen. Nou, dat is uiteindelijk, vindt dat nu plaats. Dus wij hebben die oudere apparatuur met heel veel hulp met elkaar. Want we helpen elkaar. Wij is de driehoek die in dit geval dat doet. Dus dat is de politieorganisatie, dus KPN als leverancier voor componenten en delen van het netwerk. En diensten. En de Defensie, toentertijd de Defensie Telematica Organisatie, daarna heet het Event en dan nu tegenwoordig JIVC, die dat andere onderdeel doet. En met z'n drie hebben we daar gewoon het echt wel voor elkaar gekregen. Alleen, als je het met z'n drieën die verantwoordelijkheid had, had je niet zo ver laten komen. Maar dan begrijp ik nog niet de essentie van het verschil. Want we hebben ook voorbeelden van goede ICT-projecten. Mm-hmm.
En daarvan zeggen ze altijd, we hebben prettig en heel constructief met elkaar samengewerkt. En het staat er. Kan. Die zijn er ook. Alleen dit zijn vaak diensten waar je met elkaar, door de bedrijfsvorming te doen en door ook, zeker als je ook kijkt in het buitenland, de reorganisatie ook met elkaar doet. En zorgt dat ook het complete component als dienst wordt geleverd, inclusief de opleiding. Dus dat niet de politie en dan weer de academie en dan weer die, dus in al die actoren die erbij betrokken zijn, allemaal hun deelstukje gaan doen. Nee, dan ligt het op één plek belegd met één meneer die je aan kunt wijzen en mensen die één doel hebben om gezamenlijk die dienst te leveren. En dat kan, dit voorbeeld, hoeft niet per se alleen ICT te zijn. Maar welke voorbeelden kent u in Nederland van die een succes zijn geworden? We kennen infrastructuur en we kennen huisvesting. Maar ik bedoel op ICT-gebied. Ja, dat is. Zijn ze er? Nee. Ik niet. Nee. Nee. En in het buitenland? Ja. Heel veel. Noemt u er eens één? Hercules bij de Defensie in Duitsland. Daar was de hele ICT stond daar. Was daar een x aantal jaren erg slecht. Daar heeft men samenhang met de industrie en Defensie mensen en middelen bij elkaar gebracht. En zodoende de veranderingen doorgezet, de implementaties gedaan. De software totaal verandert en dat is na x jaar klaar. En dan kan het of weer worden teruggegeven of dat ze het weer zelfstandig gaan doen. Of het gaat weer naar dezelfde consortia toe. Maar dat is één voorbeeld. In Engeland de Belastingdienst, hetzelfde laken en pak. Maar even naar Duitsland. De Duitse Rekenkamer heeft daarvan gezegd dat als het in eigen beheer was uitgevoerd, het er voor een miljard minder had gekund. Dat rapport ken ik niet, maar ik ken wel degene die dat project heeft opgestart, de Duitse meneer zelf. En die was veel enthousiaster. Maar als ik zelf iets begin, ben ik ook altijd enthousiaster dan wanneer een ander ernaar kijkt. Dat dus kan, maar nogmaals, ik denk dat er vele rapporten zijn, bijvoorbeeld het rapport Leren van de Buren, waar exact door vele deskundigen in beschreven staat dat dit succesvol is. En er zijn heel veel, de overheid heeft ook continu geroepen, PPS tenzij. Ook bij ICT. Ja, het maar het is meestal niet. Het stond in eerdere convenanten als een mogelijke vorm van samenwerking tussen de overheid en de ICT-branche. Die is vervangen door de e-dialoog. En daar zien we dat die publieke private samenwerking zien we niet weer terug. Dat zult u betreuren, neem ik aan. Ja. Elke keuze is een goede keuze, roep ik altijd. Maar achteraf kunnen we beoordelen of het een goede keuze is. Ik zou dat betreuren, ja. U kent die wereld. Weet u waarom het er niet meer in zit? Mijn vermoeden is dat A, angst. B, geen ervaring om te komen tot dit soort overeenkomsten. En ook deels zal het liggen in de... Ja, in het vertrouwen naar elkaar. Maar ik blijf heilig geloven in hybride samenwerkingsmodellen. Nu is er eerder gesproken als het gaat om de relatie tussen de overheid en de ICT-leveranciers. Van het zijn vossen en kippen. Nou, dat is niet zo'n prettige combinatie als je dat niet onder controle houdt. Hangt van het hangen sluitwerk af, ja. Maar hoe moeten die... Maar u bepleit dus eigenlijk een model waarin de vossen en de kippen wel fatsoenlijk samenwerken. Wat is daar dan voor nodig? Doordat je de mensen bij elkaar zet. Als je mensen bij elkaar zet en dezelfde doel geeft voor wat zij moeten gaan faciliteren, dan werk je op een hele andere manier met elkaar samen. Als dat je in allerlei verschillende organisatiemodellen hebt, met verschillende aansturing, met verschillende methodieken en verschillende zaken. Nu heb je gewoon één object met één doel, de ICT van de Belastingdienst. En daar kunnen soms wel 8, 9 partijen in zitten, inkluis de Belastingdienst die dat doet. Maar een van de andere redenen waardoor het vaak ook niet wordt gekozen, is omdat de overheid ooit besloten heeft dat men geen deelgenoot meer wil zijn in dit soort zaken. Dus geen aandeelhouder wil zijn. Ook wel genoemd de Wouter Bosbrief, als ik me niet vergis. Maar de praktijk is dat het toch gebeurt.
banken en allerlei andere instanties worden ook weer door de overheid in dit geval teruggenomen. Dus het is maar weer ook kijken van waar leg je je beleid? Er was ooit beleid om geen ICT meer te doen binnen de overheid. Onder andere de verkoop van bijvoorbeeld het GAC, automatiseringscentrum, het Rijkscomputercentrum. Er zijn er nog vele geprivatiseerd. En daarna gaat men toch weer beginnen hetzelfde te willen opzetten. Wij kennen die slingerbewegingen. Nu zien we wel PPS vormen bij huisvesting van de overheid, bij infrastructuur die de overheid betaalt. En daar hebben ze het, dan moet het meer zijn dan 25 miljoen als het gaat, projecten van meer dan 25 miljoen als het gaat om huisvesting. En meer dan 65 miljoen als het gaat om infrastructuur. Mm-hmm. Nu horen wij de afgelopen tijd alleen maar een pleidooi voor kortere ICT-projecten, kleinere onderdelen, waardoor ze goedkoper worden, beheersbaarder worden. Ja. Als die bedragen kloppen, dan kan PPS toch niet bij ICT als je het allemaal in kleine projecten doet, of zie ik dat dan verkeerd? Ik wil niet beweren dat u het verkeerd ziet, maar er zijn nou eenmaal... Dat kan maar zo, daarom praten we er ook over. In de keten kun je een deelproject, kan een klein project zijn, maar het is wel allemaal met elkaar aan elkaar gekoppeld. En wat ik bedoel in een PPS, daar stop je de hele keten in. Bijvoorbeeld de automatiseringssystemen van bijvoorbeeld de politie, even als voorbeeld. Daar stop je dus de verantwoordelijkheid bij de meerdere bedrijven in. En dan heeft ieder ook zijn kennis en deskundigheid per organisatie en de overheid bij elkaar. En dan heb je de besturing ook bij elkaar. Dan zit je niet iedere keer dat je bij allerlei verschillende actoren je toestemming, je proces, aanbesteding, je verschillende aanbestedingen dan moet doen. Dat je dat weer iedere keer weer opnieuw in de keten bij elkaar moet gaan brengen. Daar zit het bij elkaar en zij gaan ervoor zorgen. Ik heb nog één vraag over dit onderwerp. En we hebben hier de heer Kotterman gehad. Dat is nu de Rijks-CIO, de baas van de computers, zoals dat dan populair wordt gezegd. En die ziet geen voordelen van PPS. Het is uit de ideoloog. Waarom zien deze mensen de voordelen niet? Kennelijk zien zij alleen nadelen. Ik heb hem niet persoonlijk gesproken, maar ik denk dat ik zat mensen aan hem kan voorstellen die hier wel de voordelen van zien. En daar zitten ook oud-ministers van Financiën tussen en staatssecretarissen van Financiën tussen. Omdat je namelijk een enorme hoeveelheid flexibiliteit en verantwoordelijkheid neerlegt. Maar nogmaals, dan heb ik het over PPS in hybride modellen, waar je dus gezamenlijk in zit. Dus niet zoals het wordt al een paar keer gevallen, even tussen ja. Hybride modellen. Bedoelt ja. U daar ook mee wat ook wel genoemd wordt GoCo's? Dus dit wordt Engels. Ja. Government owned, company operated. Dus eigendom is van de staat. Ja. Maar de bedrijven, zoals u ze hier één representeert, die voert dan de operatie uit? Vertel eens, hoe ziet u dat concreet voor? Bij PPS heb je een aantal modellen. Nee, maar laten we even zeggen, C2000 ja. gaat vanaf morgen worden GoCo. Hoe ziet het eruit? Als het een GoCo-model zou worden, dat betekent dus dat het netwerk, maar dat zou ik nou net niet voor C2000 verkiezen, eigendom blijft van de overheid. Dan hou je nog steeds dezelfde mast en kun je niet gebruik maken van derde masten. En dat betekent dat degene die de techniek in de keten totaal opereert, is dan een bedrijf. En die gaat erover zorgen dat alles het blijft doen en zorgt ervoor dat het dubbel en redundant is georganiseerd. Dus dat er ook allerlei zekerheden zijn ingebouwd dat het ook 99,99% kan zijn. Maar als dan vervolgens in die manier gezegd wordt, ja, we hebben nu problemen om het te blijven laten, om het te blijven laten draaien... moeten we dit en dit doen en dat kost zoveel geld. Wie betaalt dat dan?
Ik denk dat hybride modellen een behoorlijk bedrag lager kan schelen. Soms wel tot 20-30%. Want je hebt namelijk je hebt een veel mindere regie. Je hebt veel minder afstemming tussen alle partijen onderling, want die zitten nu helemaal bij elkaar. En je hebt ook nog eens een keer een veel directere sturing. En dat zijn allemaal processen die je nu allemaal met extra meldkracht weer voor elkaar moet doen. Vaak zit je met elkaar vaak dubbele werk te doen. En die heb je dan niet, want het zit op één plek. Meneer Van Meenen. U heeft u schetst in het kader van PPS een beetje een positief mensbeeld. Daar hou ik op zich wel van. Hè? Want u zegt eigenlijk van, nou ja, als je partijen, overheid die diensten wil leveren en bedrijven die toch als primaire doelstelling hebben om geld te verdienen, bij elkaar brengt, dan leidt dat tot iets moois. Maar zit daar niet precies het risico dat die doelstellingen eigenlijk zo verschillen? Ten opzichte van het proces van normaal aanbesteden is dat een stuk minder. Want je bent namelijk gezamenlijk erbij. Je kunt stelsel afspreken wat men vindt dat bedrijven mogen verdienen. Nou ja, u bedoelt te zeggen welke vorm je ook kiest, dit hou je altijd. Ja. Ja, oké. Okay. En andersom ook, hè. Want wat zegt vanuit, andersom ook, vanuit het bedrijfsleven heb je dezelfde kant. Want de overheid kan soms ook als een bedrijf overkomen. En er zijn ook zat rapporten over dat de overheid onderneemt, ook als ondernemer optreedt. Ja. Oké, okay, helder. Het tweede punt is, is het zo dat uit PPS-constructies vrijwel automatisch volgt dat het beheer ook door diezelfde bedrijven gedaan wordt? Het zit in één identiteit. Dus je bent end-to-end verantwoordelijk. En dan kun je nog steeds wel zeggen, als je dan even kijkt naar IT, hè, we hadden het net vooral over de C van communicatie in het kader van C2000, maar als je kijkt naar de IT, dan kun je nog altijd zeggen, de data exact, hè, dus de echte inhoud daarvan, dus niet de applicatie of de servers waar het op draait, maar echt, daar kun je zo zeggen, ja, dat beheren we echt als overheid 100% zelf. Maar dan kun je dus de keten van de applicaties, kun je dan nog steeds door zo'n identiteit laten doen, mits de overheid er ook zelf in zit. Ja, maar leidt dat niet tot hogere beheerslasten als gevolg? Ik denk dat geregeld voorkomt in PPS-constructies, dat eigenlijk de lasten pas groot worden, of te groot, groter dan verwacht misschien, in die beheersfase, in de exploitatie. Ik denk dat dat meevalt, want je bent gezamenlijk verantwoordelijk voor het resultaat. En op het moment dat je ziet dat de kosten uit scope gaan lopen, ga je gezamenlijk met elkaar, ook de kennisinstituten, zoeken hoe je dat of zo snel mogelijk op de juiste manier weer terug in de proporties kan brengen. Ja, maar kan je dan nog in zo'n constructie af van zo'n ja, want dat is het grote voordeel van hybride modellen. De terugneembaarheid is heel snel. Kunt u dat iets uitleggen, de terugneembaarheid? Ja, op het moment dat je bijvoorbeeld een dienst volledig uitbesteedt bij het bedrijfsleven, dan heb je altijd een overgangsperiode en daarna draait het en daarna eindigt contract. En als je bijvoorbeeld bepaalde mensen en middelen als overheid weer terug wil nemen, dan leidt dat tot, kan dat leiden tot bepaalde problemen. Bij een hybride model zit het in een juridische identiteit waar je mede-eigenaar van bent. En dan neem je de identiteit terug. Dat is contractueel veel, dat zal de landsadvocaat, mochten jullie die nog vragen, ook aangeven, vele malen makkelijker te organiseren en contractueel vast te leggen. Ja, maar je moet het ook nog even gewoon Nederlands uitleggen. Je neemt de identiteit terug. Ik deed zo mijn best. Nee, maar dat kwam er niet helemaal uit. Okay. De identiteit? Identiteit, een rechtspersoon. Een rechtspersoon, goed. Ja. Maar dus hoe zien we dat dan voor? Dus zijn mensen zijn in dienst ergens bij? Die zijn in dienst van die rechtspersoon. Dus de PPS, geef het een naam. XYZ. Exact. En die hebben tot taak en doelstelling om dienst X te onderhouden, te innoveren en zorgen dat de gebruikers ontlast worden. Dat kan voor een periode X zijn. Daar kan tevens ook de reorganisatie mogelijk in zitten. En op het moment, en daar zitten dus ook overheidsmensen, komen dan in dienst van die rechtspersoon. Al dan niet met behoud van eigen rechten en plichten. Want dat kan namelijk in die identiteit, zoals bij Schiphol ook gegaan. Hè. En dan vervolgens gaat men loodswezen. En dan vervolgens kan men het ook weer terugnemen. Want men heeft x percentage aandelen en
Ja, dat is te valideren. Sowieso is het ook terug te vorderen als het weerbeeld ineens verandert. En dat kan niet op het moment dat je je dienst ineens belegt bij meerdere bedrijven die in de keten zijn. Maar nu snap ik het beter. Mevrouw Braasholt. U laat in het verhaal ook nu zien hoe belangrijk het is om op verschillende niveaus de juiste contact te hebben. En daarom wil ik nog even terugpakken aan iets wat u aan het begin van het gesprek zei. U zei van ja, ik heb me echt verdiept in de gebruikers. Ik ben met de politie op stap geweest, de brandweer. In uw werk heeft u ook regelmatig natuurlijk met de projectleiders contact gehad. Heeft u over C2000 ook bij de minister aan tafel gezeten? Nee, meestal, ik zelf niet. Dat is meestal boven de zuurstofgrens, zoals wij dat wel eens zeggen. En wie is bij u boven de zuurstofgrens? In dit geval was het toendertijd een combinatie voor een deel van C2000. Was dat een joint venture tussen KPN en Getronics. En die hebben daar vast af en toe gezeten. Maar dit wordt op een veel lager niveau besloten en behandeld, uiteraard. Maar wie van die combinatie boven de zuurstofgrens waren dat? En bij wie gingen die dan op bezoek? Nou, dat is meestal bij het, als er wat is, of bij het ondertekenen van een contract. Maar wie waren dat dan van KPN Getronics, weet u dat? Dat zal in die tijd denk ik nog de heer Scheepbouwer geweest zijn. En bij Getronics zal dat denk ik, dat is way back zeg. Nou, dat zou ik zo niet meer weten. Maar ging dat dan, ik bedoel, dit project liep niet goed. Dat is duidelijk uit alles wat we hebben onderzocht. Ging dat dan ook over dat soort problemen? Werd er dan op dat niveau over problemen gesproken? Want ja, ik neem niet aan dat dat bij de projectleider is blijven steken. Nee, daar is wel degelijk over gesproken. Maar nogmaals, die problematiek zat niet zozeer in de techniek of in de levering. Die zat veel meer in waar zet je wat neer en wanneer kun je wat krijgen op welke plek. Dat is een veel complexer geheel dan die meneer doet iets niet wat niet goed is. Nee, dat begrijp ik heel goed. Maar ik mag ook aannemen dat er in die gesprekken zal zijn gezegd, dit loopt niet goed, hoe gaan we hieruit komen? Ook in financiële zin wellicht. Kunt u iets vertellen over die gesprekken? Kreeg u daarover teruggerapporteerd? In die fase was ik vooral onderleverancier. En toen de tijd dat ik bij Getronics kwam werken, toen zaten we in de laatste fase van de oplevering. Dus daar, in dat deel, ben ik niet zo betrokken geweest. Dat is het antwoord dat ik daarop kan geven. Nee, maar dat was niet mijn vraag. Mijn vraag was niet of u aan tafel zat of dat u adviseerde. Maar hoorde u daarvan? Weet u wat daar besproken werd? Wij hebben wel gehoord wat er besproken werd. Maar dat zat echt niet, dat zat niet, in de, niet zozeer in de techniek, maar veel meer in de locaties en de wachttijd waar je daarmee te maken had. Dus daar heb je als leverancier veel minder impact en invloed op. Je hebt niet de invloed op een gemeenteraadbeslissing. Over wel of niet de plaats van de mast. Die discussies zijn natuurlijk ook in de Kamer gevoerd. Is er vanuit de leveranciers toen de tijd ook contact geweest met de Kamerleden die woordvoerders waren? Ik zelf heb wel eens contact gehad met Kamerleden en woordvoerders, ja. Welke gespreksonderwerpen had u dan? Dat was in een latere fase, dat was in 2008, 2010. Nou, bijvoorbeeld over besturing van de keten en het aantal actoren, ja. En met wie sprak u, weet u dat nog? Absoluut, Janine Hennis Plassard was een van de contactpersonen. Een meneer van het CDA, waar ik, Gumus was dat in die tijd. Ja. Ja, excuus voor de uitspraak. Je hebt hem ook zelf gevraagd. Oké. Dat zijn even twee namen die me direct opkomen. Ja. Meneer Lubeld. We gaan naar het slot. Als wij u vragen van welke aanbevelingen zou de commissie moeten doen, en dan gaan we het niet opnieuw over publiek-private samenwerking hebben. Nee. In het dagelijks leven heeft u ook nog allerlei relaties met de overheid. Net als andere ICT-leveranciers, zijn er specifieke aanbevelingen die op het gebied van de C van ICT gedaan zouden moeten worden door ons? En welke zouden dat dan moeten zijn? Ik zou echt voor de dialoog gaan. En het aanbestedingsproces aan zich. Laat ik een voorbeeld geven. Het aanbestedingsproces aan zich, dat is ooit bij ons binnengekomen om markten in Europa met elkaar allemaal te kunnen laten samenwerken.
Als ik in Parijs kom, dan zie ik daar de politie rijden in een natuurlijk aanbesteden auto's. En dat zijn allemaal Volkswagens. En in Duitsland zijn het allemaal Renaults of Fiats. En in Italië zijn het natuurlijk ook allemaal andere merken. Dat is niet zo. Maar wij zijn in Nederland wat dat betreft doorgeslagen. En het zijn enorme pakken, eisen, papieren waar we mee te maken hebben. Het tweede punt is de mensen die binnen de overheid werkzaam zijn, worden kapot gereguleerd om hun werk te kunnen doen. Ze zijn aan zo verschrikkelijk veel regels, aan interne afstemmingszaken. Het moet allemaal 100%. Die mensen zijn echt allemaal in staat om hun werk goed te kunnen laten doen. Een beetje minder sturing en de mensen wat meer ruimte geven zou verschrikkelijk goed helpen. En de derde is, ik denk dat we met z'n allen iedere keer, maar daar zou het hechtmodel BPS zou daar wel voor kunnen werken, gewoon moeten kijken naar hoe kunnen we nou in de keten het geheel laten werken, zodat de gebruikers er geen last van hebben. En niet kijken naar blokken, dus niet kijken naar steeds de onderdelen, maar naar de hele keten. Maar bedoelde u dit dan nou grappenderwijs dat de Franse politie in Volkswagen rijdt? Ik bedoel dat ze absoluut in een Renault zullen rijden. Maar als dat aanbesteed zou zijn, dan zouden ze net zo goed in een Volkswagen kunnen rijden. Maar dat bedoel ik dus. Maar hoe krijgen we dan de Nederlandse politie weer? Waar moet die dan in? In een DAF? Ja, die hebben we niet meer. Dat maakt mij niet uit. Het maakt mij uit dat dus blijkbaar de bedoeling is dat er concurrerende stelling is, maar dat blijkbaar dat heel erg eenzijdig is in het land waar wij nu toevallig lopen. Wij gaan daar veel verder in. U zegt eigenlijk met het voorbeeld, wij zijn in Nederland roomser dan de paus. En imam en alle andere gelovigen bij elkaar. En we snijden in ons eigen vlees. Ja. Iemand nog? Absoluut. De heer Van Meenen. Maar is dat nu een oproep om minder regels te hebben of om ons er minder aan te houden? Nee, het laatste. Want die regels zijn denk ik in Frankrijk precies hetzelfde. Het hangt eraf hoe wij de regels doen. Kijk, vanuit Brussel komt een aanwijzing en wij maken daar een wet van. Dus het is onze eigen implementatie hoe wij kijken naar die wet. Het is een aanwijzing. Ik dacht even dat u zei het is onze eigen stomme schuld. Als we dat met z'n allen kunnen concluderen. Ik vind dat het niet zo hoeft. Ja. Al die jaren daarvoor dat het niet zo was, werd er toch ook zorgvuldig en accuraat ingekocht? Of heb ik iets gemist? Nou ja, daar wordt verschillend over gedacht. Er zijn vurige voorstanders van aanbesteden. Omdat het, ja. Wat was het, cowboy-toestanden zijn een van degenen met wie we gesproken hebben uit het verleden tegengaat. Dat het redelijk objectief is. Dus er zijn ook een hoop argumenten hier in ieder geval over tafel gegaan. Die in het voordeel spreken van aanbestedingsprocessen, die dan alleen wat beter georganiseerd zouden moeten worden. Maar u ziet dat radicaal anders. Ik zie het niet radicaal anders. Ik zie dat sowieso de vraagstelling en de markt moet plaatsvinden. Maar dat vond in de 80e jaren en de 60e jaren ook plaats. Alleen het hele proces wat er omheen plaatsvindt met alle eisen waarin je nou juist precies wil gaan beschrijven. Er wordt altijd gezegd, wij kijken 60% van de wegingscriteria is kwaliteit en 40% is prijs. Dan zou je dus zeggen, dan krijg je een hoogkwalitatieve aanbesteding. Echter, hoe meet je kwaliteit? Dan gaat men dus eisen stellen dat iemand een certificaat moet hebben van bedrijf X of Y. Nou, die heeft iedereen in de samenleving, bedrijfsleven heeft zo'n certificaat. Dus het puntenaantal daar is dan weer gelijk. En dan vervolgens is de prijs dus nog steeds de factor. En daarvoor had je veel meer de kans om in een dialoog met elkaar te gaan komen en te gaan zeggen van, wat is er nou precies? Daarbij is het percentage wat echt grensoverschrijdend is misschien maar 10%, als het niet minder is. Dus voor welk probleem hebben we nou een oplossing gezocht? Laat ik het zo vaststellen. En met deze open vraag gaan wij het weekend in. Ik dank u zeer voor de verstrekte informatie. Wij gaan op maandag 26 mei om 13:30 uur verder met onze openbare hoorzittingen. Ik sluit de vergadering.